Je geeft net aan in het vorige stukje, Wiebe, dat je kennis weggeeft. En, dat is een interessant businessmodel. Kun je dat nog wat verder over vertellen? Nou, dat hangt ook weer samen met dat je generalist bent. Als generalist doe je heel veel verschillende dingen. En voor al die verschillende dingen moet je toch weer kennis verzamelen. Ja. En als je dan gaat kijken, wat kun je er uiteindelijk mee? Nou ja, weggeven, dat is altijd een mogelijkheid. Ja. Als je daar maar iets voor terugkrijgt. Nou, de meeste mensen verkopen kennis eventueel verpakt in pakken stropdas of die schrijven er een boek over. Nou, wij hebben gezegd van, dat doen we niet. Wij willen er iets voor terug hebben en dan geen harde euro's, maar gewoon gegevens over wie ben je. En natuurlijk registreren wij op onze site wel en waarin ben je geïnteresseerd. En dat levert een hele belangrijke commerciële informatie op. Zodat je een dienst hebt die je ook aan andere partijen, die net als wij gebakken lucht verkopen, ook kunt bieden. Ja. En die willen daar graag gebruik van maken. Want die hoeveelheid artikelen die we op onze site staan, in onze kennisbank, ja, dat scoort hoog in Google. Dus dat betekent, we kunnen eigenlijk elk bedrijf wel op de eerste pagina van Google krijgen, als ze dat willen. En als we inderdaad zelf toch een beetje kunnen focussen, en de meeste bedrijven dat kunnen dat wel met enige hulp. Dus wat dat betreft, wij zeggen, kennis is een grondstof. En de toepassing, dat heeft pas waarde. En daar assisteren we klanten mee. En ja, voor onszelf is dat makkelijk. 15 jaar hebben we in feite niet aan acquisitie hoeven doen. Klanten bellen ons wel. Het gaat vanzelf dus. Dat gaat in feite vanzelf en dat komt heel goed uit. Want ik ben eigenlijk een heel slechte verkoper. Dus wat dat betreft hebben we daar een heleboel vliegen in één klap geslagen. Mm-hmm. Betty heeft werk wat ze leuk vindt en we verdienen er geld mee. En ik hoef niet te verkopen. Kortom, ons bedrijf is voor ons een heerlijke speeltuin. Waar we dagelijks in feite van genieten. Maar je hebt inmiddels een gigantische database van kennis opgebouwd. Dat klopt, dat hebben we ook. En we proberen dat actueel te houden. Dus dat betekent in onze kennisbank, elke 2 jaar doen we een slag van welke artikelen zijn eigenlijk verouderd. Want wij zeggen van, in onze kennisbank moeten tussen de 500 en 1000 artikelen staan. Meer willen we er niet hebben, want anders wordt het één groot zoekplaatje. Ja. En dat moet het ook niet worden, ook al zit er dan een zoekfunctie natuurlijk op de site. Maar bezoekers moeten in feite praktijkinformatie vinden en onze artikelen worden ook in die zin steeds pragmatischer. Ja, interessant. En ik zou de luisteraar zeggen dat hij maar eens een keer moet kijken. We gaan luisteren naar de volgende plaat. Hier is Queen met Somebody to Love.